Vorige week bericht ik over het slimme shoppen in China, maar het blijkt nu in Nederland al te kunnen. Simpel bij Albert Heijn To Go binnenstappen, met je kaart of telefoon je producten aanklikken en dan de winkel uitlopen zonder je druk te maken over de kassa. Ideaal, lijkt me echt geweldig. Vandaag ging de persrelease de deur uit en hier bij het ANC in Amsterdam is de eerste winkel operationeel. Ik ga mezelf even aanmelden, kijken hoe het inboardingsproces werkt en daarna ga ik praten met Jan-Willem Dokheer van Albert Heijn die verantwoordelijk is voor dit project. Dat wordt weer echt genieten van innovativiteit uit Nederland en mijn favoriete bedrijf CM die het onboardingsproces heeft geregeld en de betalingen verzorgd is er intensief bij betrokken. Oké, ik heb nu de folder gekregen en daarin zit de kaart, de Tap2Go kaart. En nu ga ik even doen wat ze zeggen dat ik moet doen. Ik moet eerst mijn AH-profiel koppelen, activeer de kaart, bevestig de telefoonnummer en koppel de bankrekening. Maar ik moet eerst eventjes de Tap2Go app downloaden. Oké. Play Store. Het werkt natuurlijk ook op Apple. Alleen op de Android kun je ook de telefoon gebruiken om te tappen. En dan is het Tap2Go van Albert. Klik en downloaden. Zo werkt het. Ik moet tappen tegen de producten die ik wil hebben. Ik pak de producten, stop ze in mijn tas en dan loop ik weg. En dan wordt gewoon automatisch alles van mijn rekening afgesloten. Geen kassa's, geen wachten. En ik zie meteen hoeveel ik betaald heb. Oké, openen. Nou, ik ben benieuwd wat er gebeurt. Welkom. Ik heb natuurlijk al lang een AH-profiel. Controleer Vincent Everts, geboortedatum. Ja, Albert Heijn weet alles van me, want ik doe alleen maar gewoon thuisbezorging. Maar misschien ga ik nu weer eens een keer de winkel in. Ik accepteer de algemene voorwaarden. Scan mijn kaart. Nou, dit werkt niet. Ik moet de achterkant, maar natuurlijk een barcode. Ja, wat ben ik nou voor suffert. Oké, check. We hebben de kaart herkend. Tap2Go. Kaart. Bevestig mijn telefoonnummer. Koppel mijn bankrekening met een ideal betaling. Nou, ook ideaal. Proefbetaling doen. Ach, dit is echt gewoon bijna te makkelijk. Dus nu weten ze mijn telefoonnummer en ze weten mijn bankrekeningnummer. Dus ik hoop dat ik nu kan tappen. Je bent er helemaal klaar voor. Cool. Hou het kaartje terug tegen het prijskaartje van het product aan. Na 10 minuten wordt automatisch afgeschreven van je regeling. Oké. Per ongeluk getapt, doe het nog een keertje, dan halen ze het eraf. Dat vind ik echt heel slim hoe ze dat gedaan hebben. Zie wat ik betaald, wat ik getapt heb, dan kan ik in de app zien. Ontvang berichten, kijk een berichtje, zoveel heb je betaald. En tap met je telefoon, zet NFC aan om de producten met je telefoon te tappen. Dat ga ik nu proberen, want dat vind ik heel belangrijk. Ik ben helemaal klaar voor, laten we zien hoe het tappen werkt. Oké, allereerst een croissantje. Een croissant, ik heb een croissant. 1,25, wat een koopje. Oké. Wat voor een lekker. Nou, wil ik wel iets gezonds hebben. Kijk op mijn naam. Ik moet de tappen nog even leren. Vooral met zijn NFC. Tap. Een banaan. Ja, het is gelukt. Nee, dit wil ik allemaal niet. Wil ik deze hebben? Oké, nou eens kijken of ik iets kan terugbrengen. Dus eerst ga ik iets kopen. Hier. Bam. Nu heeft hij hier, krijg ik het hier te zien. Snoepfruit. Maar dan wil ik het eigenlijk weer terugleggen. Ik heb het nu gepakt, maar dan ga ik het terugleggen door gewoon 3 seconden er tegenaan te houden. Piep. En nu moet die snoepfruit moet weer verdwijnen. Yay! Nou, dit is toch echt gewoon geweldig. Ik pak gewoon het spul en ik loop daarna gewoon de winkel uit en dan ben ik klaar. En als ik nu 10 minuten niks doe, is mijn rekening gewoon wordt afgeschreven en ben ik gewoon blij. Dan ben ik wel heel benieuwd hoe ze nou checken of ik echt al mijn producten wel gescand heb. Want dat is nog best wel makkelijk om net te doen alsof je scant. Dus daar ga ik eens even Albert Heijn over ondervragen. Maar dit is wel echt gewoon de meest makkelijke manier om boodschappen te doen. Het werkt perfect. Ja, goed. Dat gaat heel snel. Helemaal top. En nu de Albert Heijn mensen zoeken. Marieke Kouwmans is product owner bij Albert Heijn en is hier al jaren mee aan het werk. En hier praat ik met Jan-Willem Dokheer. Hij is general manager van Albert Heijn To Go. Wanneer zijn jullie begonnen met dit project? Begin 2017. Dus echt maar 1,5 jaar geleden? Ja, we hebben hard gewerkt met een enorm team. Dus veel slimme dingen bedacht en nu kunnen we de klant heel snel helpen. Ik denk een jaar eigenlijk gewoon heel erg kort. Dat vinden wij eigenlijk ook wel, ja. Helemaal omdat we al 1,5 jaar live waren. Is dit nu ook zeg maar een testproject of is het nu productierijp? Nee, absoluut productierijp. We hebben 10 maanden met 1000 man getest. Dus we hebben veel verbeterd, veel geleerd. En, dus we zijn nu productieklaar. We kunnen nu al zelf scannen aan de kassa bij deze to-go winkels. Maar nu kunnen we echt heel makkelijk zeg maar weglopen. Hoe gaat het met de eerlijkheid van de Nederlandse klant?
Nou ja, met Scan & Go leren wij heel veel. 75% van alle transacties van To Go is via Scan & Go. En daar hebben we hele goede ervaring met de trend in diefstal. En er is eigenlijk een soort sociale controle. Bovendien is ook bij To Go zijn er vaak veel medewerkers in de winkels. Dus op basis van al die ervaringen durven we het met Tap To Go ook aan. Maar eerlijk is eerlijk, we gaan natuurlijk wel leren hoe dat gaat lopen. Ja, wat dat betreft vond ik wel heel mooi. Amazon die is ook echt heel erg bezig in Amerika. Met die doet dan face-herkenning en camera's en toestanden. Ik moet hier nu zelf gewoon nog gewoon kiezen om dat spel te doen. Dat is qua privacy voel ik me daar beter bij. Maar is dat qua controle niet eigenlijk toch veel meer vertrouwen dat jullie moeten hebben in de mensheid? Ja, maar dat hebben we natuurlijk al heel lang met Scan & Go. We hebben personeel in de winkel staan die dat goed volgen. En ik geloof er ook wel in dat snelheid en daarmee klanten echt heel goed helpen. Dat dat werkt om uiteindelijk ook het vertrouwen van mensen te krijgen. Van 2 minuten naar 20 seconden, dat is een beetje... Van 2 minuten naar 20 seconden, ja. Dat is het idee. Ja. Oké. Die prijskaartjes die hebben we overal hangen, maar deze die zijn interactief. Die moeten gewoon informatie kunnen geven. Dat noemen wij. Er zit ook allemaal power en zo. Dus dat dat standaard spul wat al... Wat je gewoon van de plank kon kopen? Zeker niet. Nee, helemaal niet. Want dat hebben we eigenlijk speciaal hiervoor laten ontwikkelen. En dat noemen wij een ESL, Electronic Shelf Label. Of elektronisch schaplabel, is ook wel zo genoemd. Ja. En, dus die hebben we zelf laten ontwikkelen. Hoeveel mensen hebben dit product gemaakt binnen 1,5 jaar tijd? Want dat vind ik echt heel, heel snel. Nou, het begon met een heel klein groepje. Maar ik denk dat we op de piek wel op zo'n 50 man zaten. En met die groep gaan we ook door. Dus dit is de start van iets heel moois, hoop ik. We hebben heel veel met Nederlandse partijen gewerkt. Eén daarvan, die ken ik nog, dat is CM, zeg maar. Die doet het onboardingproject, proces en de betalingen en dat soort zaken. Van, hoe was daar de samenwerking mee? CM is een hele prettige, sneldenkende, innovatieve partner in deze van ons. Zowel op het hele innovatief doordenken van, deze, van dit systeem als op natuurlijk uiteraard in ieder geval betalen. Dus ja, snelle, innovatieve jongens die echt een partner zijn die dit hebben mogelijk gemaakt. Dus zonder hen hadden we hier niet gestaan. Wat doen zij? Nou, zij valideren bijvoorbeeld je telefoonnummer en je IBAN. Dus dat zijn 2 stappen die we nodig hebben. We hebben je IBAN nodig omdat we op een gegeven moment een automatische incasso doen. Dus dan hebben we natuurlijk je bankrekeningnummer nodig. En je telefoonnummer hebben we ook nodig in het proces. En zij sturen dan een authenticatie-sms'je. Zodat je, zoals je wel vaker in appjes krijgt. En die vul je dan in en dan kan je weer verder. En ze doen ook de betalingen achteraf, zeg maar. Ja, dus zij schieten ook die automatische incasso bij ieders bank binnen. En dat handelen zij ook af. En je kunt qua hardware hebben jullie ook in Nederland zeg maar, met partners gewerkt. Dus je kunt in Nederland prima gewoon een heel innovatief product maken. Wat gewoon wereldwijd toch wel eigenlijk uniek is. Ja, klopt. Ja. Veel slimme Nederlandse partijen. Anderzijds komt er ook wel veel hardware uit Azië. En we hebben ook in Azië de nodige samenwerkingspartners. Dus ja, we werken er met 50 man aan. Dus je kan je voorstellen, iedereen komt overal vandaan. Elke week komen jullie nu 2 keer bij mij thuis langs. Wanneer kan ik bij mijn Bos en Lomme Albert Heijn gewoon op deze manier werken? Nou, je kunt je voorstellen dat dit systeem met heel snel shoppen heel handig is voor To Go. Dat gaan we eerst uitbouwen en natuurlijk kletsen we veel met onze vrienden van de supermarkt. Maar in eerste instantie To Go. Ik kan niet wachten totdat dit gewoon in de normale Albert Heijn komt. En eigenlijk überhaupt gewoon overal in Nederland bij alle winkels. Maar als je dit wil ervaren, eerst naar het AMC of naar Centraal Station Amsterdam. Did you like this video? There's more where this came from. Subscribe and click the bell to get notified about our new videos.